Deze tentoonstelling over Anna Czernicke is voor ons belangrijk omdat zij een van onze pioniers is geweest. Van 1921 tot 1946 was zij voorgangster van onze afdeling in Rotterdam. En daar heeft zij een pionierstatus gehad. Zij was spraakmakend op het gebied van cultuur, religie en maatschappelijk engagement. En ze was daarbij niet onomstreden. Anna Czernicke is nu belangrijk voor ons in de actualiteit, omdat je als vereniging, wil je kijken naar de toekomst, moet je kijken hoe je in het verleden bent gevormd en welke waarden daarbij belangrijk waren. Als vereniging Vrijzinnige Nederland zijn we nog steeds op zoek naar pioniers en daar zijn we ook mee bezig. Pioniers die mensen inspireren, die mensen een plek geven, die mensen troosten en dan precies op dat kruisvlak van religie, cultuur en maatschappelijk engagement. Een van de dingen die zij deed, was omdat zij getrouwd was met een kunstenaar, had ze ook toegang tot de kunstenaarskringen. En de wijk waarin ze was in Rotterdam, was ook een kunstenaarswijk. En zij, bij de nieuwbouw van deze kerk, die ze daar, een soort ons gebouw was dat, haalde ze ook de preekstoel uit het centrum en maakte daar een toneel. En ze ging overal tegenin. Als ze haar iets niet zinde, dan zond ze een brief in naar de NRC. En op hoge poten. Dat boeit me erg aan haar, hoe ze midden in de wereld stond. En echt een soort pionierschap. En ik vraag me ook wel eens af hoe eenzaam ze was. In 1946 heeft zij ook bij haar afscheid gezegd, nog weer een keer, wij zijn een vereniging en geen kerk. Veel andere kerken in die tijd begonnen heel erg weer de nadruk te leggen op het kerk zijn, terwijl ze in de oorlog open waren geweest voor iedereen. Zij zei, nee, we zijn een vereniging en geen kerk. Dat zijn wij ook nog steeds. Want ook wat zij al aangaf, is dat een vereniging is veel opener naar de wereld. Wij zijn niet bezig om nieuwe kerkleden te winnen of nieuwe zieltjes. Een vereniging heeft een functie in de maatschappij. En die functie is ook een platform zijn voor pioniers. Mensen mogen binnenkomen, mensen mogen weggaan, maar het gaat de vereniging uiteindelijk om het vrijzinnig gedachtegoed in deze Nederlandse maatschappij. En in het hele debat, levensbeschouwelijk debat, voert de orthodoxie vaak hoogtij. En het is gewoon nodig dat daar een vrijzinnig geluid tegenover staat.